Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een weekvlog. Het is vandaag maandag 4 april als het goed is. En ik ga voor jullie deze week weer een nieuwe weekvlog filmen. Als je heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is echt 7:30 ochtends, dus ik moet een klein beetje stil doen. Ik ga namelijk zo naar stage en iedereen ligt al te slapen. Dus ik ga ontbijtje maken. Gewoon yoghurt en ja, dat. En dan ga ik naar stage. We hebben deze week op het programma Keith Haring staan. Dat is een thema wat ik heb gemaakt en bedacht. Dus dat zijn we nu aan het uitvoeren. Dus als het lukt zou ik misschien ook wel eventjes wat dingetjes filmen. Want dat is ook wel heel leuk. In ieder geval, ik ga nu ontbijten en dan naar stage toe. Het is vandaag woensdag. Ik heb besloten, ik ga gewoon alleen maar filmen op de dagen dat ik er zin in heb of iets leuks ga doen. Dus het is vandaag woensdag. Gisteren heb ik niet gefilmd, maar dat maakt dus niet zo heel veel uit. Als het goed is, had ik wel dat pakketje van Le Olive laten zien. En ik had ook nieuwe laarzen. Dus die ga ik ook eventjes aan jullie laten zien. Ik ga straks mijn wimpers laten doen en dan ga ik ook mijn make-up en zo gewoon doen. En ik ga vanavond lekker uit eten met Fleur Vos. Dus dat is super gezellig. Dus daarom dacht ik, ik maak me gewoon vanavond pas klaar en niet nu al. Ik heb bij de Zara echt mega leuke laarzen besteld. Ik had ze ook al een unboxing in een andere video volgens mij, maar die heb ik niet online gezet. Dus ik kan ze nu nog een keertje laten zien. En de laarzen zijn echt zo prachtig. Ik kan echt niet wachten om ze te dragen. Het zijn dus deze zilveren laarzen. Ze zijn dus wel wat prijziger. Ze zijn €120. Ik heb ze in een maatje 38. Maar ik ben er echt zo verliefd op. Dus dat zijn deze nieuwe parels. Ook heel erg leuk voor foto's. Dus dat is die. En ik heb dus vanochtend mijn haar gewassen. En ik heb ook weer Olaplex gebruikt. Ik had dus nu een samenwerking met Lyco, als ik het goed uitspreek. Ik hoef het niet te vertellen, maar ik dacht ze misschien wel chill. Er zit namelijk een kortingscode bij. Waar je korting mee krijgt op Olaplex. Maar ook op Magic Drops van Colestar. Dus heel erg fijn. Moet je maar even mijn TikTok in de gaten houden. En ik ga nu over, volgens mij is het nu 1 uur bijna of zo. Ja, ik ga nu eventjes verder aan school. Om 2 uur ga ik dus mijn wimpers laten doen. Dat is alweer even een tijdje geleden. Dus, en daarna ga ik me klaarmaken. Ik wil dus eigenlijk heel graag even naar de Stradivarius. Want ik had een heel leuk item gezien, maar ik twijfel of ik dat ga doen. Want ik heb op dit moment ook geen auto om even gebruik van te maken. Dus ik moet nog eventjes kijken. Ik ga in ieder geval nu eventjes wat lunchen. Want daar heb ik wel heel veel zin in. Oké. Ik ga dus nu mijn wimpers doen. Wat ik aan heb is een blouseje van Lovies. Deze van de Zara. En mijn broek is van Naked. En daaronder heb ik Nike Dunks. Dus ik ga nu onderweg. Ik ben terug en de wimpers zijn gedaan. Dus ik ben weer helemaal vol. En ik ga nu eventjes aan school. Dus ja, ik ga denk niet vanavond dit aan doen. Dus ik ga nu gewoon even lekker een trui aan doen. Doe ik even hier overheen. Of waar heb ik zin in om aan te doen? Nou, ik ga even een truitje aandoen en dan ga ik even aan school. Oké, ik heb me klaargemaakt. Dit plekje heeft zo blauw licht. Het is echt niet normaal. Ik vind het echt lelijk. Maar ja, in ieder geval ben blij dat ik er even wat make-up op mijn hoofd heb. En ik weet dus echt niet wat ik aan moet doen. Ik ga dus zo met Fleur Vos gewoon uit eten bij La Cubanita. En ik heb dus echt mega veel kleren en mega veel leuke dingen. Maar niet alles staat bij elkaar of zo. Dus nu heb ik weer mijn zwarte blazer aan. Maar ik wil niet mijn zwarte blazer aan. Dus ik moet even nadenken wat ik aan wil. Ik zal het even in de spiegel laten zien. En ik had natuurlijk net mijn kamer opgeruimd. En ik heb nu eigenlijk gewoon dit aan. Heel simpel. Maar ik vind het een beetje saai. Dus wat ga ik aan doen? Want ik heb nog tijd om te kleden. Oké, ik heb toch maar deze outfit aangehouden. Ik kon deze beter verzinnen, dus dit blijft hem. En ik ga dus nu met de bus naar het restaurant toe.
En dan zie ik Floor en Vos daar. Nou, dit was het eten. Oké, nee, dit kan niet. Lekker mojito. Ze wil kaas. Ik hou niet van kaas. Dat vind ik wel wat voor jou. Ja, die vind ik ook wel, denk ik. Mm. En de volgende ronde ben ik al dit toetje. Wat wil jij de volgende ronde? Een toetje. Oh. Jam. Nou, bon appetit. Bon appetit. Het is vandaag dinsdag, weer een dagje dat ik ga filmen. Ik ga vandaag naar de kapper, wat echt super hard nodig is. Ik heb zulke dode punten, het is echt niet te doen. En ik zal hier even in beeld zetten waar ik naartoe ga, want ik ben uitgenodigd. Dus dat is echt super leuk. Ik was afgelopen dagen ziek, ik ben nog steeds ziek, maar ik wilde gewoon heel graag naar de kapper toe. Gelukkig geen corona, maar voel me gewoon echt niet fit. Een beetje koortsig, maar het beste van maken. Ik ga dus nu daar naartoe met de trein. Want ik heb dus ook geen auto. Die komt morgen weer. Want mijn auto was dus een week bij de garage. Dus ik ga nog even wat spulletjes pakken. En dan ga ik daar naartoe. Heel veel zin in. Oké, ik ben net dus bij Evie geweest voor mijn haar. En ik vind het zo mooi. Ik heb nog nooit gehad van een kapper dat ik dacht, nou, dit vind ik echt heel mooi. En nu dus wel. Dus ik ben er echt super blij mee. Het is dus echt weer een stukje blonder. Ze heeft het ook heel mooi gekruld. En ik ga dus nu weer naar huis. Ik zal ook wel even een foto in beeld doen, dat je het nog wat beter kan zien. Want mijn camera kwaliteit is echt wat minder geworden de laatste tijd. Dus ja, echt super blij mee. Echt een aanrader. Dus ik heb weer lekker mooie blonde haartjes. Ze kunnen er tegenaan. Ik merk wel dat ik me nog steeds niet helemaal 100% fit voel. Dus ik ga thuis wel een beetje rustig aandoen. En dan ja, dat dus. Maar wel echt mega blij met mijn haar. Echt prachtig. Het is inmiddels alweer einde van de middag. En helaas voel ik me echt nog slechter. Gisteren voelde ik me echt slecht. Vanochtend ging het dus wel toen ik naar de kapper ging. Maar nu voel ik me dus ook weer echt heel slecht. Maar ik moet dus straks werken. En ik ben te laat met ziek melden. Dus ik ga het maar proberen. Ik heb zoveel spierpijn ook overal. Gewoon niet spierpijn van sporten, maar gewoon pijn in mijn lichaam. Dus dat is gewoon niet chill. Wat ik nog wilde zeggen. Je kan dus als je zegt dat je via mij komt. 10% korting krijgen op het knippen. Als je gaat laten kleuren. Dus dat is wel echt super chill. Bij Evie dus. Zeker de moeite waard. Ik ben er echt onwijs blij mee met mijn haar. Maar ik heb dus net in bed gelegen. En ik heb dus wel sushi voor mezelf besteld. Dus ik ga zo sushi eten. Echt zoveel zin in. Het is zo bizar, want een jaar geleden had ik nog nooit sushi gegeten qua dat ik het lekker vond. En nu bestel ik het echt wekelijks. Dus dat ga ik zo doen. Heel veel zin in. Dan zal ik nog eventjes wat filmen. Oké, mijn eten is er. Het is echt zo erg, maar met een minuut ga ik me slechter voelen. En ik moet dus zo gewoon echt werken. En dat vind ik dan zo lastig, want ik wil ook niet een soort van klagen daar. Maar ja, ik voel me gewoon slecht. Ik heb niet super veel eten besteld. Ik heb ook wel gewoon trek. Alleen, ik heb gewoon wat garnaal besteld. Nee, ik heb wel gewoon trek. Dat is het ook niet. Maar ik voel me gewoon echt slecht. Dus ik hoop gewoon echt. Ik heb vannacht, ik ging gisteren om 8 uur slapen. Toen werd ik dus vanochtend om 8 uur wakker. Of iets eerder zelfs. Ik heb wel echt lang geslapen, maar nog steeds is het gewoon een ramp. Ik ga hem iets lager zetten. Of kan je dan de sushi niet zien? Ik kan de sushi alsnog niet zien. Voor het idee. Hoe heet het? Ik heb ook nog van die gebakken garnaaltjes. Dus die ga ik ook even opdoen. En waar ik het dus even over wil hebben, daarom dacht ik, ik film even. Ik merk gewoon dat ik niet echt weet wat voor content ik wil opnemen op mijn kanaal. Want ik loop veel stage en dan heb ik dus weinig tijd om te filmen. En als ik ga filmen weet ik gewoon niet wat ik moet filmen. Het is zo stom. Mijn weekvlogs doe ik dan gewoon niet genoeg leuke dingen. Oh. Dus toen had ik bedacht, nou ik ga gewoon alleen maar filmen wanneer ik leuke dingen doe. Maar dan merk ik dus dat het een beetje chaotisch wordt. Want dan film ik dus gewoon op hele random dagen. Oh, het ziet er echt lekker uit. Ik heb er echt zoveel zin in. Het zit dus gewoon bij mij hier in het dorp. En het is echt mega lekker. Echt hele goede sushi. Ja, dus ik zit gewoon een beetje met... Ik weet gewoon niet wat voor content ik wil maken.
Ik merk ook gewoon dat ik me daar dan een beetje aan irriteer of zo. Dus daar moet ik gewoon nog even over nadenken. Gewoon shoplogs en zo vind ik altijd leuk, maar het wordt gewoon niet goed bekeken. Behalve als ze van Shein zijn dan wel. Dus ja. Ik moet nog eventjes. Maar ik ga in ieder geval gewoon... Het gaat wel gewoon goed met me en goed met school. Ik heb dus mijn minor afgerond. Eindelijk. Het duurde echt zo lang en het was zo intens en veel. Dus ik ben zo blij dat ik dat eindelijk heb afgerond. Want ik kon echt niet meer. Dus daar ben ik gelukkig vanaf. Ik heb alleen nog 22 april een eindgesprek. En dan ben ik gewoon helemaal klaar. Ik ga even proeven. Nou, de eerste hap ging al niet soepel. Hoe heet het? Ik heb vanochtend een coronatest gedaan, maar ik heb dus geen corona. Maar ik merk gewoon dat ik ook bijna niks proef. Dus een beetje zonde om sushi te eten eigenlijk. Maar ja, ik heb ook geen zin om deze te klagen. Ik ben gewoon ook buiten adem. Nou, dat is niet best. Ik ben benieuwd of ik het werken zo vol ga houden. En anders moet ik alsnog gewoon naar huis gaan. Want ja, als het niet gaat, gaat het niet. Alleen bij mij is dat het gewoon... Van de buitenkant lijkt het alsof het wel gewoon goed gaat. Maar ik merk gewoon dat het dan niet goed gaat. Ja, en hoe ga je dat aan anderen uitleggen? Dat is altijd lastig. Nou, ik ga even eten. Want ik merk gewoon echt dat mijn stem echt nog erger wordt. Tiervlek? Oh nee. Dus ik hoop dat ik jullie morgen weer zie als ik me beter voel. Morgen komt mijn auto namelijk eindelijk weer terug. En vrijdag ga ik foto's maken. En donderdag dus dat is sowieso leuk om te filmen. Maar ik ga nu even lekker eten. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Gisteren was ik echt heel ziek. De hele week al. Vandaag voel ik me ietsje beter, gelukkig. Maar ik ga vandaag lekker foto's maken met Donna. En ook al voel ik me slecht, ik ga gewoon even een leuke dag hebben. Want het enige wat ik deze hele week heb gedaan is in mijn bed gelegen. En ik word er gewoon een beetje moe van. Dus heel veel geslapen. Ik ben nu, sinds ik naar de kapper ben geweest, is nu weer de eerste keer dat ik het heb gewassen. Dus dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Dus ja, ik ga proberen mijn haar minder te wassen. Maar ja, als ik nu foto's ga maken, wil ik natuurlijk wel mijn haar gewassen hebben. Dus ik heb nu nog niks gedaan, alleen gewassen. Ik ga het wel een beetje stylen, want dat doe ik altijd. Maar ik ga dus proberen mijn haar minder te wassen. Ik weet niet of het gaat lukken, maar dat is de vraag. En ik heb zo meteen een pakketje van Naked en van Chiquelle. Ik dacht, ik doe het lekker in de weekvlog, pakketjesvlog. En dan gaan we zo lekker foto's maken. Heel veel zin in. Dus ik ga nu even mijn haar doen en mijn make-up. En dan maak ik de pakketjes open. En dan ga ik mijn kleding bij elkaar zoeken. Dat zal ik ook wel eventjes filmen. Oké, ik heb me bijna klaargemaakt. Het is dus de eerste keer dat ik mijn haar heb gewassen sinds ik naar de kapper ben geweest. En het is echt mega blond. Maar ik ben er heel blij mee hoor. Dus begrijp me niet verkeerd. Ik had nog een pakketje van Chiquelle en van Naked. Dus ik dacht... Laat ik dat ook maar gewoon lekker in de vlog zien. Misschien eerst alleen van Naked. Want anders wordt het misschien wel heel veel. Bij Naked heb ik altijd een maandelijkse samenwerking met kortingscode. Dus ik ga even wat laten zien. Er zit ook één item in die ik al aan heb gedaan. Dus die laat ik als eerste zien. Dat is namelijk dit zwarte topje. Oké, hij is echt best wel simpel. Maar hij heeft dus zo'n V-halskraagje wat ik heel erg leuk vind. En ik dacht deze is wel heel erg leuk... Voor uitgaan of boven een spijkerbroek. Gewoon eigenlijk heel simpel. Dat er een deo-vlek in zit. Zo. Dus deze heb ik gewoon in een maatje S. Gewoon een crop model. Heel erg leuk topje. Dan heb ik ook nog een ander topje. Die had ik ook al opengemaakt, maar nog niet aangedaan. Of is dat deze niet? Even kijken. Nee, dat is deze. Ja. Ik heb heel veel basic topjes. Allemaal voor uitgaan en zo. Maar ja. In ieder geval dit topje. Echt mega leuk. Het is dus zo'n topje die je zo om moet wikkelen. En dan heeft hij een beetje van die wijd uitlopende mouwtjes. En dan kan je hem hiervoor doen met een knoopje. Echt super mooi. En dan kan je hem zo om je buik heen wikkelen. Ik vind het er echt prachtig uitzien. Dus dat is dit zwarte topje. Deze heb ik in een maatje S. Dat andere topje heb ik ook in een maatje S. Beige broek. Ik heb deze ook in het zwart. Het is echt mijn lievelingsbroek. Ik dacht, laat ik hem ook in het beige nemen. Het is echt de beste pantalon die er is. Deze, de stof is dus een beetje... Oh ja, nu kan je het heel goed zien. En ik vind het een hele mooie beige kleur. Oké, wacht even hoor. Dus dat is deze broek. En hij gaat gewoon heel mooi simpel dicht. Ik heb deze in een maatje 38 als het goed is. Ja, en hierbij hoort ook een blazer. Die ga ik misschien de volgende keer bestellen, want ik vind ze echt super mooi. Ik heb dit pak ook in het zwart en ik draag hem echt elke week.
Dus dat is deze. Echt heel erg blij mee. Dat is de beige broek. En dan heb ik nog een zwart topje. Het houdt maar niet op. Oh, deze top voelt heel lekker. Maar dit topje leek me dus heel leuk. Omdat je hem dus zelf die knoopjes open kan doen. Dus je kan de onderkant het open doen. En ook de bovenkant. Hij is heel stretchy. Zoals je kan zien. Je kan hem echt helemaal zo open doen. Dus ik dacht echt heel erg leuk. En dan doe je de knoopjes gewoon wat verder naar beneden. En dan heb je een heel ander. Dan ja, je snapt wat ik bedoel. Dus dat is deze echt mega leuk. Dan heb ik nog wel een wit item. Deze vond ik er ook heel leuk uitzien. Is een topje. Kan je ook voor uitgaan gebruiken. Het is wel wit. Dus dat is wel een beetje gevaarlijk. Maar dit witte topje. Echt mega leuk. En dan aan de voorkant is hij een soort van zo naar boven. Dus het is wel een beetje een krop model. Ik hoop niet dat hij te erg doorschijnt. Ik denk het eigenlijk wel. Maar ook heel erg leuk. Bijvoorbeeld boven die beige broek. Echt helemaal zin in om dit te dragen. Dus dat is dit topje. En oh, hij is wel een dubbel laag. Dus misschien schijnt hij niet door. Ik heb deze ook in de maatje S, denk ik. Ja, ook in de maatje S. En de broek heb ik in de maat 38. Maar volgens mij zei ik dat. Ik heb altijd de broek in de maat 38. En de topjes altijd in de maatje S. Dus dat is deze. En dan heb ik nog een heel leuk item. Ik hoop echt dat dit past. Het is een soort blazer met een riempje. Alleen, ik wist dus niet of ik hem in de maat S of in de maat M moest bestellen. Dus ik... Oh, ik heb hem in de maat 36. Oké, het is dus niet officieel een jurkje. Maar ik hoopte dat hij een beetje als een jurkje ging vallen. Het is dus een soort blazer. En dan heeft hij aan de zijkant heeft hij een riempje. Oh, hier zit nu dit nog op. Met zilveren details. En daar hou ik natuurlijk van. En ik dacht, oh, dit is echt perfect voor... Ja, ik draag dit ook gewoon naar stage of naar school. Maakt me eigenlijk niet heel veel uit. Heel leuk. Ik ben hier echt verliefd op. En dit was met de collectie met Romee Strijd. En ik dacht misschien met een kort broekje eronder en een lange laarzen. Ik kan echt niet wachten om deze te dragen. Ik denk wel dat hij te kort is. Nou, misschien kan het wel voor een jurkje. Dus dat is deze. En voor de rest had ik nog alleen een ding voor aan mijn koffer. Dus dat stelt niet heel veel voor. Dus dat zijn de items van Naked. En ik ga nu mijn spulletjes bij elkaar pakken. Om straks aan te doen. Dus dat zal ik straks wel eventjes laten zien. En ik zal straks ook items aandoen van de shoplog nu. Dan kan je dat straks ook eventjes zien. Dus ik ga me nu even verder klaarmaken. Oké, ik moest het gewoon even laten zien. Ik heb een beetje tegenlicht. Maar dat is dat jurkje wat ik net liet zien. Met dat riempje. Ik heb er dus nu een bikershort onder. En kijk die laarzen eronder. Oh, ik ben echt verliefd. Alleen ik moet zo eerst naar de dokter. Dus ik ga even niet in deze outfit aankomen. Maar... Oh, ik ben echt verliefd hierop. Wat mooi. Oh. Oké. Inmiddels is het... Oh, die boor. Ik ben met Donna. We zijn weer herenigd. Yes. We zijn foto's aan het maken. Oh, dit is beter. Zo, dit roze. Ik lijk wel een Barbie. Nee, het is leuk. Het is amazing. Nee, echt. En jongens, ik ben nog steeds zo ziek. Ik heb je outfit filmen. Hallo! Nee, geen outfits filmen. Ik ben echt een Barbie met dat roze. Het is leuk. Mooie roze is niet lelijk, zeggen we dan. Ja. Iets van jou. Thanks, Kat. Ik was helemaal vergeten dat je altijd van die lekkere appeltjes erbij krijgt. Maar daar word ik... Kinderen bij de kleuters krijgen dat dan wel eens mee naar school. Dan denk ik, kom op, snij gewoon een appels van de Mac mee eten. Appels van de Mac. Oh, die hebben ze eigenlijk allemaal voor jou, behalve niet. Dus ik geef het aan jou. Thanks. Oh ja, want jij hebt een Happy Meal. Dat zit alles bij elkaar. Ja. Je mag wel een servet van mij. Oh, wat fijn. Dat ga ik nodig hebben, denk. Doei, wij gaan eten. Het is inmiddels avond. Ik heb dus vandaag foto's gemaakt met Donna. En ik ga zo meteen met Flora Vos. Ik heb dus nu een zwart topje aan. Maar ik twijfel een beetje wat ik aandoe. Dus daar moet ik nog eventjes naar kijken. Ik ga sowieso dit tasje even meenemen. Ja. Ik heb wel gewoon een spijkerbroek aan. Ik denk dat dit de outfit wordt. En ik ga zo dus naar Floor toe. En dan gaan we vanavond uit in Leiden gewoon. Gezellig.